Van 3 jaar geleden gestart. De stad is, en voor mij persoonlijk zou ik zeggen, van, het geeft een dubbel gevoel. Het is mooi dat het er is, maar het geeft ook een zware periode uit het leven van de mensen weer. En dat is geweldig dat dit bestuur en de grote groep vrijwilligers daar met elkaar de schouders onder gezet hebben en nu voor Noorderveld en het Westerkwartier in voorziening heeft gerealiseerd. Collega Smit en ik wensen u daar ook heel veel succes bij. En als u de gemeentes nodig hebt, moet u klaar. Dank u wel. Dat zullen we zeker. Hallo. Onder de indruk burgemeesters? Ja, natuurlijk. Dit is natuurlijk een prachtig initiatief. Heel waardevol. Dus, ja. En voor beide gemeenten? Ja, voor het hele Westerkwartier en de gemeente Noorderveld is een voorziening die zeker in behoefte zal voldoen. Ja, daar ben ik van overtuigd. Heel bijzonder ook. Het heeft even geduurd, maar het is toch prachtig om zoiets in de gemeente te mogen hebben. En natuurlijk fantastisch werk door al die vrijwilligers wat geleverd is. Dus daar past alle respect. Ja, absoluut waar. Helemaal voor initiatiefnemers de Marijke Pots. Ja, hoe lang ben je hierbij bezig geweest, Marijke? 3,5 jaar ben ik bezig geweest. Samen met Margreet de eerste gesprekken gevoerd. Ja, en dan ga je, net wat ik ook al in het gesprek deed, voor bestuur. En dan ga je, maar ja, niet altijd liep alles even wenselijk natuurlijk. Hè, bestemmingsplannen die wat langer duurden. En allerlei ziektes van de directeur van Vredewold. Wat ook weer voor ons belemmeringen gaf. Maar we zijn alles vergeten. Het is nu open. We zijn dolblij. En we hopen dat het... Ik ga ervan uit dat het in een behoefte voorziet. En misschien dat we over een half jaar weer eens kunnen zeggen, nou, kijk eens, hoe gaat het? Maar ik denk dat het goed gaat. Daar ben ik ook van overtuigd. Je hebt misschien 3,5 jaar. Dat klinkt lang, maar ik denk dat het toch nog meevalt. Beide gemeentes waren heel erg positief. Ja. Huisartsen zijn positief. De zorg... Ziekenhuizen waren erg positief. Daar ben ik nog geweest om aan te geven dat wij open gingen als hospice. Maar daar moeten wij natuurlijk ook veel patiënten van hebben. Nou, die waren erg blij. Want net ook, het is gewoon heel lastig om soms met terminale mensen die niet thuis kunnen, niet meer in een ziekenhuis mogen en daar een plekje voor te vinden. Dus ze waren heel blij met ons. Ik kan me het heel goed voorstellen. Heel veel succes met dit prachtige initiatief. Dankjewel. Graag gedaan. Is het, maakt niet uit, maar dit is het pand en dit gaat het worden. Dus ik wil deze heren even vragen van de bouw of ze dit even willen verplaatsen. Wij hebben het vanochtend al gedaan, maar ik weet hoe zwaar het is. En dan zeggen de burgemeesters dat ik ze niet veel in rekening heb, maar kijk, voor jullie is het vorm. Ja, want hier hangt namelijk een gouden sleutel. Ja, en goud. Ik zei het al, met de vrijwilligers hebben we goud in handen, maar ook met de burgervaders van Leek en Noordenveld hebben we ook goud in handen. En eigenlijk met jullie die hier allemaal zijn, hebben we goud in handen. Oh, dit is echt teamwork. Ja. Blauwers, yes. En dit is een Vredeborg. Ja. Nou, en weer de veer, hè. Ga vooral genieten binnen en vanaf nu is het Vredeborg. Oh, wat mooi dat schilderij.